Alex, we staan hier op de zonneweide van het Zwembad in Doesburg. Uh, zwembad aan Helden, maar de zonneweide is niet zo groot meer, het is wel kleiner geworden. Dat is correct, uh, Maarten. De zonneweide is een stuk kleiner geworden, want we zijn overgegaan op uh, zonne-energie. Ja. Zoals je zien kunt achter mij staan zonnecollectoren opgesteld, die nu al uh, een deel van onze energievoorraad. Uh, uh, okay. Ik heb, ik heb begrepen dat het bijzondere collectoren zijn, want het is een combinatie van. Hè? Ja, als je goed kijkt, zie je dat twee soorten collectoren staan. Dat zijn de zogenaamde PVT-collectoren en de PV-collectoren. Wat wil zeggen dat de eerste op de voorgrond die u ziet, leverde al uitsluitend stroom op. En de achterste zijn de 68 stuks, die leveren stroom en warm water op. Dus de PVT-collectoren. En warm water in de zwembad, dat is een noodzaak, of niet? Ja, ja, goed, dat spreekt voor zich waar we het warme water voor gaan gebruiken. Ja. Alhoewel dit niet alleen voor het zwembadwater gaat uh, genereren, de warmte, maar ook uh, voor het douchewater. Ja, okay. Want er wordt ook wel wat afgedoucht bij ons. Ja. Het water gaat natuurlijk niet rechtstreeks het zwembad in, hè? daar is een systeem voor gebouwd, denk ik. Iets met warmtewisselaars begrijp ik? Ja, we hebben hier een warmtepomp, die, uh, die zorgt ervoor dat de warmteoverdracht plaatsvindt uh, naar het zwembadwater. Of via het boilersysteem naar het douchewater. Dus en de andere stroom spreekt voor zich, gaat rechtstreeks op het net. En daar uh, gebruiken we het nodige van. En mochten we leveren in de uren dat we het geen gebruik hebben, ja, dan wordt het teruggeleverd. En daar zit een, uh, ja, toch ook een voordeel aan. Wat heb je een in indicatie hoeveel jullie aan stroom en gas gebruiken op jaarbasis en wat dat gaat besparen? Wat we trachten te besparen hiermee is ongeveer 40.000 kub gas en 40.000 kilowatt stroom. De investering heeft behoorlijk wat geld gekost, denk ik. Meestal praat men dan over terugverdiendheid. Ja, deze terugverdiendheid schatten we nu in op zo'n 5 tot 6 jaar. En uh, ja, de, de cijfers zijn nog wat rooskleuriger, 3,5, 4. Maar ik ben heel tevreden wanneer we dat uh, over 5, 6 jaar terugverdiend hebben. Een van de vragen is natuurlijk waarom we hier op de zonneweide en niet op het dak? Ja, het dak, uh, we hebben een mooi helder dak. Daar had ik het ook het liefst op gehad. Ja. Zij het dat de constructie, want we hebben een heel uh, houten spanten constructie, dat niet toelaat. Dan hadden we dusdanige fundering moeten aanpassen. Ja, dat uh, het rendement uh, weg zou zijn. Okay. Maar... Er ligt nog een groot gedeelte op het dak. Ook 42 panelen liggen nog op ons platte dak, aan de achterzijde van het gebouw. Daar liggen nog 42 uh, platen, want dat dak was uh, wel uh, geëigend om die last te kunnen dragen. Stel nou dat het heel goed werkt en jullie behoorlijk wat uh, energie oplevert. Zou de rest van het veld ook nog even zo, uh, in aanspraak kunnen komen? Of zeg je van nou is het wel even genoeg? Nou, wat mogelijk is, is mogelijk. Ja, ja. Ik sluit het niet uit, laat het zo zeggen. Okay. Maar goed, we hebben natuurlijk ook nog meerdere wensen. Er staat ook nog een sporthal op ons verlanglijstje om dat hierbij te plaatsen. En het is wel zo ge gemaakt dat het mobiel is en dat het ook eventueel op het dak van een sporthal zou kunnen. Maar een uitbreiding op dit veld kan natuurlijk ook altijd nog. Ja, ja oké. Okay. Nou, uh, Duesburg gaat dus met zijn tijd mee. Wat gaan jullie nog meer aan duurzame projecten doen in de, in de nabije toekomst? Nou, op het moment hebben we, niets, uh, hebben we eerst dit nog maar eens. Ja? Uh, want we hebben in het verleden natuurlijk op het gas met uh, de cascade opstelling van de ketels natuurlijk ook al 25% gereduceerd. Ja, ja uh, wat de toekomst brengt, wat de mogelijkheden zijn, ja wie zal het zeggen. Uh, we staan niet stil en waar mogelijkheden zijn zullen we zeker, uh, ja. ze zeker gaan benutten. Ja. We kijken natuurlijk ook in de regio naar ons zwembad. Uh, hoe, zijn die ook allemaal uitgevoerd op al met zonnepanelen? Nee, niet alles. Er zijn wel meerdere zwembaden die in het verleden al zonnecollectoren hebben gehad. Buitenbaden met name die met de zijn gaan werken. Vrij recentelijk heeft Borculo ook zijn... Die hadden de ouderwetse zonnecollectoren. Die hebben ze helemaal vervangen voor nieuwe. Dat weet ik. Maar voor de rest in de omgeving weet ik zo 1, 2, 3 niet wie met zonnecollectoren aan het werk zijn. Wij hebben het afgekeken van Drachten wat ook Damstraat de firma Damstraat heeft dat voor ons hier geïnstalleerd. Okay. Daar zijn we wezen kijken en ja, dat, daar lag het hele park helemaal vol okay. en die waren bijna helemaal uh, zelf... Uh, zelf, zelf sporting, zo gezegd, Zelfvoorzienend, ja. Okay, ja. Dat zijn wij nog niet. Nee. Nog niet zeg je? Nog niet. Okay. Dankjewel Alex. Graag gedaan. Okay. We blijven even...